Hallo Goldies, we zijn weer in een gloednieuwe ronde aangekomen. We zijn inmiddels in ronde 34 aangeland. Er zijn al een hoop rondes geweest. De voorronde, ronde 33, mocht al, vind ik. Twee dezelfde cijfertjes, 3D. Maar ja, we hebben ook in ronde 33 weer echt een onwijs leuke ronde gehad. Duiker, die wint de eerste plek gewoon met 391 punten. Dat is wel veel, hoor. Ik zou het er niet naar kunnen doen. Peter M, tweede plek, derde plek, White Sony. En dan vierde plek, Mr. Duck. En dan 5 tot en met 10e plek hebben we Lachbekkie, Plezier, Knokker, Johan, PC, 24, Diablo. En dan van 11e plek tot en met de 15e plek Roos, Pikachu, Iron Man, Urea en Harinak. En de poedelprijs ging naar Lady Laila, Troepen 27 en Kim Love. En de winnende familie was Yakuza. Alles prijzen zijn bijgeschreven. Dus mochten jullie denken, ik heb nog niet mijn prijzen ontvangen. Die zijn dus allemaal bijgeschreven. Dus geen zorgen. Het is gewoon een nieuwe ronde. Nieuwe kansen. En ja, we gaan echt als een echte sprintbeest gaan we de volgende ronde. Want in de volgende ronde, in een nieuwe ronde gaan we echt. Ik hoop dat er dan nog meer verrassing. Want in de nieuwe ronde gaat powerverlies van. Powerverlies niet. Wat powerverlies eerst was, wordt geen powerverlies. Dus de powerverlies staat vanaf nu. Gewoon uit tussen 5 en 7 uur s'avonds, eind van de middag en dan 1 uurtje s'avonds. En dan ook nog 's ochtends van 8 tot en met 10 uur. Dus ook power freeze uit en de rest van de uurtje staat hij gewoon lekker aan. En ja, ik hoop dat je dan meer oppast met kinderen. Ja, het is gewoon strategisch zijn, strategisch denken en dan kom je ver. Ja, ik vond het vorige ronde echt geweldig. Jude Walter was echt ook een geweldig crew dit. Ik vond hem echt bijzonder gaaf om hem als crew dit als actie te zien. En ja, het was echt gewoon echt gaaf personen zijn. Ja, ik vond hetzelfde was echt gewoon een leuke ronde als vorige ronde. Ja, het is gewoon af en toe een beetje. Het is toch wel. Als crew dit zijn, dan moet je goede discussies, maar goede besluiten nemen. Niet juist de verkeerde besluit nemen. En ja, je moet ook een beetje. Je moet wel de regels blijven volgen, ook als crew dit zijnde. Dat is soms ook nog wel lastig, maar ja, het is als je het steeds vaak, als je de regels zeg maar goed in je kop hebt zitten, dan komt alles gewoon goed. En ja, we gaan gewoon knallen in de volgende nieuwe ronde. Killen, stelen en heel veel jatwerk. En weet je wat ik het leukste vind? Ja, ik vond de vorige ronde al, ja, vorige ronde, als ik zelf een speler mocht uitkiezen, die zou hadden gewoon, die ik als winnaar had beschouwd, als winnaar zie, dan is het gewoon Knokker, want die knokt zich gewoon overal heen. Ik vond hem echt gewoon, ja, een leuk speler. Het is gewoon een leuk speler, die Knokker. Ik vind hem gewoon puur krachtig mannetje met stijl en hij weet altijd gewoon ja, zich over de heen te knokken. En
En we let's do it in the next round. In de nieuwe ronde. En ja. Ik hoop dat iedereen heel veel geniet in deze nieuwe ronde. Want er komt nog kerstdagen aan. Er komt nieuwjaar aan. Ja, het is... Het blijft gewoon geweldig in de nieuwe ronde. Elke nieuwe ronde is gewoon voor mij een feest. Het is gewoon een pure feestpartij in de nieuwe ronde. Nou ja, dit was een soort... Ja... Beginnen video van de nieuwe ronde. En ik hoop dat jullie allemaal genieten. Geniet. En... Wees altijd happy met wat je krijgt en ziet en doet en blijf altijd gemotiveerd. Dus succes en tot de volgende video. Ciao!